vandaag op het Panasonic event. En ja, we zijn hier vandaag om naar tv's te kijken. We zijn een nieuwe lijn van 2018, de OLED-lijn, aan het testen. En ook een paar van de LCD-lijn. We zijn in een hotel in Amsterdam, de Hoxton. En ik moet zeggen, behoorlijk onder de indruk, alles bij elkaar. We staan hier in de game room. Met een PlayStation, HDR, alles erop en eraan. En ja, het is de nieuwste tv-lijn, dus het is genieten hier. We zitten nu in de living room en we kunnen dan een hele mooie film zien die in HDR is geschoten en in 4K. Alleen omdat we niet tevreden waren met de film, zitten we nu onze eigen content te testen. De UVO-test houdt eigenlijk zeg maar, in op een bepaald aantal beeldjes per seconde. Je ziet hoger gaat die wat sneller en onderin gaat die wat schokkeriger. Dat is het leukste. De films hebben we toch al gezien. Dus dan instellen en kijken hoe het mooier kan maken. Probeer een beetje de Panasonic een beetje op zijn knieën te krijgen. Dus kijken wat hij wel aan kan, wat hij vooral ook niet aan kan. Zoeken naar wat hij niet aan kan vooral. En hoe ver we gaan, op zich gaat het best wel goed. 4K zit in ons DNA, zeggen we, bij Panasonic. En dat komt omdat wij de hele keten in beheer hebben. Dus van de professionele videocamera's, consumentencamera's. Ja, de visie is om beelden weer te geven zoals die filmmaker het bedoeld heeft. En dus natuurgetrouwe weergave. Zodat je thuis exact hetzelfde ziet als wat de regisseur bedacht heeft toen hij de film maakte. Ja, tweakers zijn altijd een kritische doelgroep. En wij pretenderen dat we uitstekende beeldkwaliteit hebben. En dat willen wij graag door de tweakers zelf laten ondervinden en bevinden. En wij gaan graag met ze in gesprek om te kijken wat zij ervan vinden. Ik denk dat ik mij vooral ga focussen op de gamestand van de televisies. En kijken of er dus wel veel lag is of de reactiesnelheid wel goed is. Wij zijn hier aan het gamen op de Panasonic TV. Dit is een OLED TV 55 inch. Mooi beeld in de game modus. We hebben net ook al wat instellingen gecheckt van hoe dat staat allemaal. En of het inderdaad ook HDR is. Ik vind de beeldkwaliteit vind ik eigenlijk gewoon prima. Ik vind nog wel wat ik zelf eigenlijk zou doen als ik nog hier even met instellingen speel, is contrast wat omlaag, nog een beetje wat meer de beeld tweaken. Ja, in onze nieuwe range die we dit jaar hebben geïntroduceerd, hebben we een speciale game mode geïntroduceerd. Dat zorgt ervoor dat beeldverwerkers, die normaal gesproken bij filmweergave voor een verbetering van het beeld kunnen zorgen, maar ook een vertraging van het beeld, worden uitgeschakeld. Dus als je de game mode aanzet, zorgt ervoor dat al die beeldverbeteraars worden uitgeschakeld. En de input lag wordt gereduceerd tot 20 à 25 milliseconden in 4K weergave. Dus dan heb je echt gewoon geweldige resultaten om te gamen. Nu rond de 25 milliseconden doe je het echt wel heel goed. En alles eronder is top, maar volgens mij ga je dan niet echt meer verschil merken. Boven de 30 ga je wel heel goed verschil merken. Dan hebben we het over milliseconden. Dat is gewoon een beetje in de controle aanvoelen hoe snel alles reageert. Dat zie je vooral met schietspellen. Dat of je echt schiet waar je wil schieten. Dus dat is altijd een goede manier om het te testen. Ik vind het gewoon een hele mooie tv. Is het gewoon echt. Ik vind het echt wel een stap vooruit vergeleken de LG OLED. Dat meen ik echt. Qua menu, qua snelheid, qua beeldkwaliteit ook zeker. En hij is ook veel helderder. Over het algemeen is de tv wel prima voor elkaar.